Oké, je moet kiezen. Welk cadeau wil je hebben? Het cadeau vooraan of het cadeau achteraan? 3, 2, 1. Maak een keuze. Waarschijnlijk was je hebberig en heb je voor het grote cadeau vooraan gekozen. Is ook heel logisch, dat had ik ook gedaan. Maar het kan zijn dat je bedrogen uitkomt. Kijk maar. Het cadeau vooraan is helemaal niet de grootste. En er is ook nog een stukje uit. Moet je kijken. Had je niet gedacht, hè? Wil je meer van dit soort testjes zien? Kijk dan naar Brainstorm.